En daar komen de matadoren van Willem II en Helmond Sport. Bij een overwinning is de tweede periodetitel voor Willem II. Ze riskant en daar is Kaars en de redding van Smits. Nadat Willem II daar bijna de eigen glazen ingooit. Behunek met een dramatische kaats. Sigurd Geirsson, lekkere bal van Schouten. Oosting sprint voor de goal. Lage voorzet, Hilteman. En knap gepakt, zeg, door Krekels. Herkansing overgeschoven. Voor het eerst echt opwinding in het Koning Willem II stadion. Omdat Hilteman echt een gigakans krijgt aangeboden door Sigurd Geirsson. Willem II is bijna een half uur lang aan het zoeken. Maar vindt bij de eerste de beste keer bijna direct de jackpot. Schouten. Daar komt Van der Steen. Goed doorzien. Bal alweer heroverd door Willem II. Nu is de organisatie nog niet in orde. Meerveld, Meerveld. Natuurlijk. De talisman van Willem II doet het. Zijn meespelen betwist. Maar hij is oh zo belangrijk voor het elftal van Peter Maas. En dat illustreert hij hier. De rust die Meerveld heeft. Nog een keer kappen, nog een beetje ruimte creëren. En pas dan de bal binnen schuiven. Hij laat weer zien waarom iedereen hem zo goed vindt. En weer de zorgvuldigheid zichtbaar bij Helmond Sport. Eén keer waren ze dat niet zorgvuldig, gelijk de tegentreffer. Nu komen ze ook weer een heel eind. En is daar nog een kans om op gelijke hoogte te komen. En Smits voorkomt dat. Maar dan is daar natuurlijk weer Martijn Kaars met een gelijkmaker. Leeft voor doelpunten. En met zijn 16e van dit seizoen heeft hij nu ook echt officieel de koelkast binnen. Nu een uitbraak van Willem II. Het begint dus met een mislukte variant. Het is niet zo dat het helemaal open ligt. Maar Helmond haast zich terug. De vraag is, zijn ze op tijd? Zijn ze op tijd? Nee dus. Prachtige uitbraak van Willem II. En het is Oosting die de koploper andermaal op voorsprong zet. Dodeman met links. Kan hij het dus ook knijterhard voor de goal. En bij de tweede paal is het Thijs Oosting die hem rustig op zijn voet laat vallen. Nu gewoon maar direct voor de goal. Smits komt, gaat weer terug. Kaas vangt op. En die legt hem daar aardig neer. En een knappe reflex, zeg, van Smits. Indraaiende bal. Smits komt nu, maar is het helemaal verkeerd. Afvallende bal. Uitbraak weer van Willem II na een corner van Helmond Sport. Het zal toch niet weer dat Willem II toeslaat in de omschakeling. Het zal toch niet weer dat Willem II toeslaat in de omschakeling. Ja, jawel dus. Want ze krijgen een strafschop van Van der Eyck. De corners van Helmond Sport zijn een vergiftigd geschenk. Omdat ze tot twee keer toe heel snel tegen een tegenstoot aanlopen. Bijna een uur onderweg. En het is 3-1. Zij nemen een voorschot op de periodetitel. Die nu heel dichtbij is. Gespeeld. Liefdink ingeleverd. Bokila met de loopactie. Wat een geweldige bal. Bokila, en dat is in eerste instantie de redding. Maar dan frommelt hij hem alsnog binnen.
Nummer 8 vanaf de bank. Maar wat een paas zeg. Dat maakt dit doelpunt vooral. En die paas kwam dus van Verret. Dat is het meest oogstrelende van deze aanval. Een geweldige avond voor Willem II. De koploper pakt 3 punten en wint de tweede periode. Dankzij een klinkende zege op Helmond Sport. De tweede periode is voor Willem II. Het is de vierde periodetitel uit de geschiedenis van de club. 2 keer promoveerde Willem II met een periode op zak. Dat is natuurlijk het grote doel van deze competitie voor de Tilburgers.